Hallo, ik ben Anne Koens en ik ben schoolschrijver en ik ga jullie een schrijftip geven. En die tip luidt als volgt. Als je nou een verhaal gaat schrijven, schrijf dan alsjeblieft heel veel dingen niet op. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Stel, je vertelt een verhaal en dat gaat zo. Er was eens een meisje en haar oma was ziek. Maar oma's houden van koekjes, dus koekjes brengen naar oma is echt een goed idee als ze ziek is. Er zit wel trouwens een wolf in het bos, daar moet ze langs en ze wordt helaas uiteindelijk opgegeten door de wolf. Maar uiteindelijk komt het ook weer allemaal goed, want er is een jager in de buurt. Dan is dat niet zo'n heel erg spannend verhaal. Maar ik kan ook zeggen, er was eens een meisje. Haar oma was heel ernstig ziek. En het meisje besloot koekjes te brengen naar oma, maar daarvoor moest ze door een diep, donker, gevaarlijk bos waarin een wolf huisde. Daar word je nieuwsgierig van, terwijl ik veel minder zeg. Ik zeg niet wat er gaat gebeuren. Ik vertel niks over wat, of ze nou uiteindelijk opgegeten gaat worden of niet. Dat ga je allemaal later nog wel horen, maar nu nog niet.